Hoeveel energie kost het om benzeen van 5 graden Celsius op te warmen tot 95 graden Celsius bij 1 bar en dit per kilogram? We beginnen even met het noteren van onze gegevens. We vinden uit een tabel dat de kooktemperatuur van benzeen gelijk is aan 85 graden Celsius. En hier vraagt men ons om dus van 5 graden naar 95 graden te gaan verwarmen. Dat betekent dus concreet dit. We gaan opwarmen van 5 graden naar 85 graden. Dan gaat onze temperatuur constant blijven omdat we aan het verdampen zijn. En dan gaat onze temperatuur stijgen van 85 tot 95. We hebben hier verschillende fases. Hier hebben we dus alles vloeibaar. Hier hebben we vloeistof en gas. En vanaf dit punt hebben we alleen nog maar gas. Dus we gaan straks 3 warmtes berekenen. Van 5 graden naar 85 graden. Verdampen bij 85 graden. En van 85 graden naar 90 graden. Wat hebben we hier dus allemaal gegeven? Gegeven, we weten dus dat het kookpunt gelijk is aan 85 graden Celsius. En dat er dus een faseovergang gebeurt. Want we gaan hier verdampen. We weten dat de soortelijke warmtecapaciteit van benzeen gelijk is aan 1,68 kilojoule per kilogram Kelvin. En we weten dat de verdampingswarmte gelijk is aan 393 kilojoule per kilogram. Als ik zeg weten, dan bedoel ik uiteraard dat vinden we terug in een tabel. Gevraagd hier is de totale warmte, Q totaal. En de formules die we daarvoor kunnen gebruiken zijn er dus 2. Ofwel is dat Q is gelijk aan M maal C maal delta T. Dat is als we binnen één fase blijven. Oftewel is dat Q is gelijk aan M maal L. En dat is als we te maken hebben met een faseovergang. Als oplossing, we hebben dus 3 situaties hier. Ik wil de warmte om van 5 graden naar 85 graden. Dan heb ik de warmte om te verdampen. En dan hebben we ook de warmte om van 85 graden naar 95 graden. Hier blijven we binnen één fase, dus dat wordt M maal C maal delta T. Dat is dus gelijk aan 1 kilogram maal 1,68 maal een delta T van 5 naar 85 is dus 80 en dat levert ons 134,4 kilojoule op. Dan de warmte om te verdampen is dus de massa maal de verdampingswarmte. Dat is dus 1 kilogram maal 393, dat is in totaal 393 kilojoule. En als laatste willen we van 85 graden naar 95 graden gaan. We blijven terug binnen één fase, dus dat wordt Q is M maal C maal delta T. Is gelijk aan 1 keer 1,68 maal, we gaan van 85 naar 95, dus dat is hier maal 10. En dat is 16,8 kilojoule. Nu onze Q totaal is gelijk aan de eerste warmte plus de tweede plus de derde. Dus dat kunnen we hier ook doen. Deze plus deze plus deze. Dat is dus 134,4 plus 393 plus 16,8. En dat levert ons in totaal 544,2 kilojoule op. Dus als antwoord kunnen we hier formuleren. Het kost 544,2 kilojoule aan energie. Dit was terug de lange versie. Je kan weer 2 zaken combineren. Je ziet hier, we gaan van 5 naar 85. Dat is een delta T van 80. En dan gaan we van 85 naar 95. Nog eens 10. Maar eigenlijk kan je dus ook stellen in dit geval dat we ook de warmte zouden kunnen berekend hebben van 5 naar 95 en dat zou dan M maal C maal delta T geweest zijn van 1 kilogram maal 1,68 maal mijn totale warmtesprong hier zou dan 90 graden geweest zijn, dus die 80 plus die 10 en dat levert ons een getal op van
151,2. Dus deze twee tezamen zou dan 151,2 kilojoule geweest zijn. Dus in plaats van die drie getallen hier op te tellen, krijg je dus die 393 plus de 151,2 kilojoule. En dat kost ons dus ook in totaal 544,2 kilojoule aan energie.